En hand in hand, kameraden, hand in hand, voor fijne leven. Geen woorden, maar daden, leven fijn door deen. Oh, oh, hand in hand, kameraden, hand in hand, voor fijne leven. Geen woorden, maar daden, leven fijn door deen. Hey, waarom zing jij niet mee? Ja. Hij is er een. Ja. Ik doe wel wat anders. Hier staan van 7 stuivers, mannen. Ja. 8 stuivers. 8 stuivers, kameraden. 8 stuivers, club. Dan komen we er nog op bij. Heren, goedemiddag. Dag, Pieter. We hebben net het Rotterdamse volkslied hebben we gehoord, hè? Dus, En dat was uitstekend, hè, jongens? Oké. Okay. Nou, even de vraag. Ik vraag jou, Piet, hoe lang loop je hier al een beetje mee bij Feyenoord? Nou, ik was een jaar of 7, toen kwam ik hier. Ja. En ik ben er nu 67. zou je niet zeggen, hè? Nee, hè, knappe gozer, hè? Hij ziet dus, er als 40 uit. Ik heb hier van alles al meegemaakt, dus zo lang lopen we hier. Totdat ik die bandiet tegenkwam hier ook. Ja. Maar goed, aardige gozer, hoor. Alleen ik was de fysieker. Maar goed. En hoe leg je hart hier een beetje bij Feyenoord, Piet? Nou... Mijn vrouw zei wel eens, je kan beter je nest meenemen, dan kun je blijven slapen hier ook. Ja, ben ik van jou. Dat is dus dat is dag en nacht bonje, Piet, thuis. Dag en nacht, maar we doen het altijd weer goed maken. Ja. S'avonds na 12 zeker? S'avonds in mijn mandje. En Jan, hoe legt het met jou thuis? Bij mij legt het thuis gunstig, bedankt voor de belangstelling, Piet. Ja, ik loop pas 25 jaar mee hoor, bij Feyenoord. Ik ging vroeger 200 wielrennen. Ja, Kreekbaan, Kromme Zanten enzovoort. Dus. En ben je toen Feyenoord supporter geworden? Ja, ik was op papier was ik een Feyenoord supporter. Op papier was ik een Feyenoord supporter, Piet. Dus. En ook ieder jaar een seizoenkaart? Ieder jaar seizoenkaart, daar weet je van, hè? Ja. Ieder jaar seizoenkaart, ja hoor. Geen zin van later, Piet. En hoe vind je het? Rotterdam was. En volgende, ik spreek met meneer. Oh, dan ben ik wel. En hoe vind je het nou zo'n beetje bij Feyenoord nou, Jan? Ja, kleine inzinking, maar ja, toen komen we weer te bouwen, Piet. Hey? Ik heb ook wel eens een inzinking. Ja, die hebben we allemaal, hè, Jan? Zo is het, ja. Maar, en hoe zit het met jou? Ja, maar wat moet er bij mij wezen, Piet? Nou, hoe leg je hart hier bij Feyenoord? Van de geboorte af, gelijk bij Piet. Maar ik heb van 77 een kaart. Vanaf 77? En daarvoor de situatie hebben we dat toch ook allemaal meegemaakt? Ja, goed, maar dan had je geen kaart. Nee. Want in 77 had je kaart van de Maastribune. Wat is nou de leukste periode voor je bij Feyenoord wat je mee hebt gemaakt? Nou, dat meeste met Kingval, Europa Cup en met Kingval, dat vond ik de beste tijd van Feyenoord. Met Koemelijn en dat was voetbal. Dat zie je nou niet meer, Piet. Nee. Wat is nou de beste voetballer alle tijden die je mee hebt gemaakt hier bij Feyenoord? Ja, je hebt meer verschillende goede spelers. Koemelijn natuurlijk. En Bouwmeester. Ja, en wacht even. Van de Gijpen, Henk Schouten, noem maar op, joh, Piet. Ja, Schouten. Ja, jongens, wat denk je van Henk Schouten? Henk, oh ja, met zijn 9 doelpunten hier ook tegen de Volenwijkers. Ja. Dat weten we wel, hè? De 9 doelpunten. Hij is nog steeds topscorer van Nederland. Gouden tijden, Piet. Gouden tijden. Cor, wat is dat mijn Cor? We weten het niet, waar is hij nou? Maar het gaat nou niet zo best, hè, Piet, nou momenteel, hè? Nee, maar wat dat de oorzaak van is, weet ik niet. Maar we hopen dat het weer goed komt, Piet. Maar goed. En wat ik vragen wou, hoe vind je het de belangstelling van Feyenoord in het buitenland? Wat is allemaal aan het doen zijn, wat is aan het opbouwen zijn en zo? Wat vind je daarvan? Nou, ik zal je vertellen, ik heb net zitten lezen dat we weer een heel groot gebouw gaan bouwen daar in Boesland. Ja, in Ghana heet dat. Van een paar miljoen. Dan gaan ze hier wel een spits en die wereldreizen die gemaakt worden. Gaan ze hier een goede spits voor kunnen kopen. Ja, want die airmailtje loopt dus, alleen maar op. Dus je bent het niet zo eens met het beleid daarboven? Daar ben ik niet erg mee eens, nee. Want wat er hier gebeurde, waar al het geld blijft, is mijn raadsel. Ja. Ik heb het vorig jaar alles bij elkaar zitten tellen, kwam ik aan de 70 miljoen en dat was geen dubbeltje. Nee. Ja, ik weet het ook niet, wist ik het maar. Hé? Cor! Piet de fotograaf. Hey, Piet de fotograaf. Cor! Hey, Piet de fotograaf, die bouwt geen Cor! Kom maar even hier! Cor, wat ben je nou? Hallo, Bouts. Ja, Piet, we hebben jou ook even nodig. Ja, normaal niet. Komt er nou eens even bij, Cor. Ja. En dan? Ja, en dan.
Ja. Ja, nou Cor, ik heb gehoord en ik zie het dan ook wel iedere dag. Ik ben zelf ook iedere dag hier, ook. Jij ook. Hoe vind je zo het sfeertje hier zo bij Feyenoord? Nou, ook wel aardig. Ja. Ik bedoel, een beetje houden horen met elkaar en vooral met Piet erbij, hè, dan is het helemaal... Ja, maar dat is de chef van jullie, hè, Piet? Ja, ja, ja. En je moet dat op je woorden letten als Piet erbij is. Hè. Ja. Dat is de opzichter, hè? Ja, ja. Maar wat vind je zo van de situatie momenteel van Feyenoord? Hè? Ik bedoel, we hebben geloof ik 8-9 punten voorgestaan op PSV. Ja, dat vind ik wel. En we staan er nou zo'n kleine 10 achter. Het kampioenschap, dat kun je wel vergeten natuurlijk. Ja. Hè, maar voor die tweede plaats... Voor de tweede plaats, dan moet je even uitkijken. Ja, ja, ja. Het is wel jammer zo hoe dat gaat, hè? Ik zeg altijd, als je nou eens echt... Dat je mouwen opstroopt, die spelers. Als een andere ploeg het kent, waarom kennen wij het dan niet? Ja, ik ben het helemaal met je eens, echt waar. Maar vind je tot er ook wel wat moet veranderen aan dat elftal van nou? Ja, je moet dus een goede spits hebben. Dat heb je, ja. Dat is het enige zoals je mist, hoor. Ja. Een goede spits. Een à la Kindveld. Zoiets. Die een kans om benutten. Ja. Ja. Maar ja, die zijn sporadisch natuurlijk, hè? Die zijn sporadisch. Nou, hier hebben we nog een goede fijn support hier zo. Ja. Die is ook elke dag hier, hoor. Hè? Ja. En ja, vertel eens, hoe lang loop je ook al een beetje mee hier, hoor? Nou, heel wat jaartjes. Ik woon nu, eens kijken, zo'n 233 jaar hier op Zuid. In IJsselmonde, dus daar ben ik eigenlijk door Feyenoord geworden. Want vroeger woonde ik in het noorden. Toen was ik een beetje Sterkse supporter. Maar, dus jij hebt Koemelijn daar nog meegemaakt? Ja, mijn jonge broer die was bevriend met Koemelijn, dus ik kon hem heel goed. Oh. Dus ja, dat was wel leuk. Toen was het al een dribbelaar, hè? Ja, toen was het al een pingelaar bij Sterkses. Nou, maar of. Ja, ja. Ja, daar hebben we allemaal wel van genoten van Koen, hoor. Ja, Koemelijn, Schouten, bouwmeester, hè? Van der Gijp, hè? Dat waren ze, Piet. Ja, hartstikke. Hartstikke. Ja, ja. En niet te vergeten natuurlijk, grote Vaarswilkers, hè? Ja, maar ja, die hebben niet bij Feyenoord gezeten, hè? Die heb ik hier wel aan de Kuip zien voetballen. Ja, natuurlijk. Ik ook. Kees Rijvers, ik noem ze maar op. Maar mijn kleindochter die is vorig jaar naar Florida geweest met vakantie. En heb ze een fijne shirtje al getrokken toen ze daar aan het wandelen was. En toen kwam ze Engelse supporters tegen. En die hadden zoveel bewondering ervoor, want ze wisten precies wat Feyenoord betekende, hoor. Want ze konden de club heel goed. Ja, maar ja, goed, laten we nou maar aannemen. Toch Feyenoord natuurlijk ook wel een wereldnaam hebben, hè? Ja, onder andere. Ja, die Amerikanen kijken natuurlijk wel aan en denken, ja, wat is dat nou, een shirtje van Feyenoord. Maar ik vond het toch wel leuk dat ze dat gedaan had. En we hebben een... Ja, Simon, eventjes een babbeltje. Even een babbel over Feyenoord, over ons clubje. Ik zou jou vertellen, ik heb ene keer hier een interview afgenomen met die kleine drol. Ik zeg maar, ik wil niet dat er geschrapt wordt. Maar er was wel geschrapt en nooit meer. Maar hier wordt niet geschrapt. Hier wordt niet geschrapt, Simon. Als er wat te schrappen valt, moet een aardappel doen thuis. Jongens, laat maar niet thuis. Marie, kom even bij. Ja, over je fijne tijd. Hoi. Fijne tijd. Ja. Vertel me eens wat over tegen voetbal. Nou, ja, Simon. Luister eens. Wat is er, zeg jij? Ik wou eens wat vragen jou. Hoe lang loop jij hier al mee bij Feyenoord? Nou, dat is al 70 jaar. Al 70 jaar? Ja, ik ben 82, 12 jaar voetbalde ik hier op de Dordtse Straatweg. Heb je ook hier bij Feyenoord gevoetbald? In de jeugd. Op de Dordtse Straatweg? Ja. Nou, dat is een. Heb je wel aardig wat meegemaakt. Ja. En vertel mij eens zo'n beetje uit die jaren, want ik heb dat niet meegemaakt. Ja, gelukkig, want anders zou ik net zo oud geweest als jij. Ja, goed ook. Maar ik heb natuurlijk ook een hele leuke periode hier meegemaakt bij Feyenoord. Maar hoe is dat gegaan? Hè? Want ze hebben op de Afrikanenplein, Kromme Zandweg, vertel mij eens. Maar de Kromme Zandweg, daar heb ik dan daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. En mijn zoon, die loopt al, hier, dat is mijn zoon. En die loopt al, die is nu 60, 62. Ja, en vertel mij eens, Simon, met wat voor voetballers, bekende voetballers van naam heb jij gespeeld? Nou, ik heb nog foto's van thuis. Van Korver en van Malen en Kees Dijken en Bul. En die allemaal, die gasten. Ja, die namen komen mij wel bekend voor, dat wel. Maar is dat wel een leuke periode geweest? Tuurlijk, het was in je jeugd was het wel leuk.